We gaan vandaag op missie om geweien te zoeken van herten. Oh, oh. Wout, Wout. Oh, joh, gast. Zie ik dit? Nee. Wat? Nee, joh, dit gaat niet. Wow. Die is dik, hè? Wow. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Myron. En wij zijn onderweg in de mist met de auto naar Bloemendaal. Ja. En ik heb lekker hier mijn kussens achter me. Komt omdat het 7:30 is op de zondag en ik ben best wel moe. Ik ging om 2 uur vannacht naar bed. Dus ik heb een beetje weinig geslapen. Echt te weinig. Dus ik hoop nu eigenlijk nog even een klein 30 minuten even bij te slapen in de auto. Dus vandaar de kussens. Ook al gaan we nog wel stoppen bij het tankstation voor een ontbijtje, denk ik. En voor wat koffie. Maar goed, we gaan vandaag in ieder geval iets heel erg leuks doen. Iets wat ik nog nooit heb gedaan in mijn leven, maar ook niet. Dus het wordt wel een bijzondere vlog weer. Dus ik hoop dat jullie er goed klaar voor zitten. Ik zou zeggen, doe alvast even een duimpje omhoog voor de sport. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker weten. Even hier beneden, op naar de 3 miljoen. En dan gaan we lekker een mooie dag beleven. Ik heb wel echt heel erg veel zin in. Beetje moe nog, maar moet even een beetje wakker worden. Marion die heeft blijkbaar lekker een croissantje gehaald voor mij. Nice. Wow. Ik heb nog nooit, en dan ook echt nog nooit, kussens gehad volgens mij. 2 van deze kussens zo achter elkaar. Oh, ik heb lekker geslapen in de auto. Ik heb nog nooit zo lekker geslapen in de auto. Echt. Ik zou bijna zeggen, het is gewoon een hele andere vibe. Het nieuwe album van Justin Bieber op de achtergrond. En dan gewoon lekker viben in de auto. Het geluid van dat je ook onderweg bent op de snelweg. Ja, dat is toch een soort van, ik weet niet, vakantie. Ideetje. Ook al was dit een klein uurtje rijden, maar oh, dit was heerlijk. Goedemorgen. Ze lachen me uit. Ze zijn al lang wakker, ik noem maar net. Wat een boom is dit, hè? Zien jullie deze boom, mensen? Die is echt helemaal kaal. Ja, bijzonder. Ik heb een hond in 1 keer. En ik heb een auto en land erover. Zullen we landje veroveren? Best. Ja, nice. Ik moet mijn tas kwijt. Wow. Ja. Dat scheelt niet veel. Zo, zitten hier gewoon wapens in? Nee, ook niet. Is dit een tas? Een tas, er zitten hier gewoon wapens in. Nee, dit is een gitaar. Ik zie deze. Oh, dat is een gitaar. Oh, gitaar met een scope. Oké, nou. Jij dacht ik ga onopvallend. Ja, zeker weten. ik heb wel 2 broeken aan. Oh, nice. Ja, we zijn vandaag met Wout. Hallo. En dit is de auto van zijn vader. En die is jager. En het is super mooi. Kunnen we hier niet een keertje vissen? Ja, het is wel een mooi slootje. Ja, kijk dan. Gewoon hier voor het huis. Dat is mooi hoor. Nou, gaan we zitten jongetjes. Ik heb meegenomen. Gaan we schat graven? Ja, we moeten een hek uitgraven. Echt? Ja. Dat is echt zo? Ja. Oh ja, mijn god. Nou, je hoeft niet alles te doen. Ik wil ook wel wat doen. Maar je wil eerst even wakker worden en rijden. Gaan we veel met de auto rijden ook daar? Hé, er is iemand aan het vissen. Ja. We rijden op plat. Er zit over volgens daar in het hoekje. Ah. Oh. Hoe is het, Wout? Ja, wel goed. Mooi. Ja, zeker. Gaat wel goed. Geslapen? Nee, nee. Nee? We hebben te lang gegamed vannacht. Ja, ik heb Call of Duty gespeeld met een paar vrienden ook. Is niet de bedoeling, hè? Nee. Ja, ik hoorde dat jij ook had gespeeld. Dat klopt. Ja. Dus, ja. Moeten we ook daar in de bos zo... heen en weer zo. Ja. Verdomme. Goed, en zo is wakker hoor. Ik pak dat wapen. Van de grond. Oh, hij gaat hem precies op die... Kijk dan. Oh, hij gaat nu weer weg. Dat is mijn graai ook. Oeh! Wat was dat? Oeh! Oeh! Dit is een Thijsje, hè? Zo. Oei, 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 oei. Oei, 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 oei. Maar jij klinkt lekker. Oei, 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 oei. Oei, oei, oei. Hoor als Daniel dat doet, hè? Wat doen jullie? Oei, oei, oei. Oei, 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 oei. Oh ja, die is ziek. Oei,
Oh, die moet ik filmen, Matthijs. Hey, yo, allemaal tulpen. Zijn we in Nederland of zo? Ja, dat is echt mooi. We gaan binnenkort ook samen met Samantha en Shahid in Zeewolde een wandeling maken tussen de tulpen. Ja, want daar heb je de Zeewoldse tulpen. Nee, in Lelystad heb je echt heel veel tulpen. Maar je bent nu in de Bollenstreek. Dit is de plek. Ja? Dit is de place to be. Ja, dit heet de Bollenstreek. Toen ik opzocht op internet tulpen... Kijk. Wow! Purple ones! Wow. Nee, dat zijn wel tulpen, gek. Echt niet? Jawel, jongen. Dikke tulpen, jongen. Dit zijn een jacinten. Kijk die dikke toppen. Woejo. Woejo. Ja, ziek hoor. Lekker aan het draaien, jongen. Lekker landje veroveren. Woehoe. Zag je dat meisje ook die ertussen lag? Die Jacinthia. Oh, wat een gast. Het is veel te vroeg voor die shit. Ik doe het zelf ook met landje veroveren, maar niet uit. Skirt. Even een bochtje. Hoppa. Yo, er zit een haas in het veld. Echt? Ja. Zit een haas in het veld. Ja, je zit er aan niet. Gaat dan een soort van jagerinstinct trillen? Kijk, even voor de duidelijkheid. Jouw vader is boswachter en jager? Ja, nou, hij werkt zeg maar met de boswachters een beetje samen, als het goed is, wat ik weet. Oké, hij is matties met de boswachters. Ja, soort van wel, ja. Hij is dan jager en hij beheert dan zeg maar daar de dieren, dus hij moet zeg maar... Hij beheert de dieren? Ja, hij is soort van avatar. Wow, een soort van, kom, met z'n allen, we gaan nu avond eten. Zitten ze daar met z'n allen? Met konijnen, met hazen, met herten, met beren. Zijn er ook beren in zijn gebied? Nee? Jammer. Oh. En hij heeft dus een gebied. En hij gaat ook naar mensen toe als ze klachten hebben over te veel ratten op boerderijen en dat soort dingen. Ja, maar het is vooral eigenlijk dat wat mijn vader vooral doet. Dat is dus met de jacht op de damherten. En dat is omdat de damherten te veel schade aanbrengen in het gebied waar hij het heeft. Okay. En er komen gewoon te veel damherten. En dat is zeg maar voor andere soorten ook weer niet goed. Ja. En daardoor hou je het een beetje in evenwicht met elkaar. Dat het niet te veel van de ene wordt en dan te weinig van de ander. Top. En we gaan nu naar een locatie waar, als het goed is, dus nog geen mensen zijn geweest. Ja, klopt. En we gaan vandaag op missie om geweien te zoeken van herten. Ook al hoorde ik je zo net zeggen dat het niet per se een gewei... Heel veel! Yes! Oh ja. Spotsen! Sommigen er echt achter of zo. Ja, ik zag en er loopt ook iemand. Die zoekt ook, ja. Ja, die is ook op zoek naar die geweien. Ja, als ze hier lopen, dan zoeken ze alleen maar. Want dit is... Oh, hier moeten we trouwens naar rechts. Okay. Maar hier zoeken ze altijd heel veel, omdat die altijd heel veel herten staan. Okay. Maar daarom heeft dit eigenlijk nooit nut, omdat hier elke dag wel mensen lopen. Sommige mensen die gaan dan 4 uur 's ochtends met zaklamp gaan ze gewoon het veld in en dan gaan ze wel zoeken. Serieus? Ja. Wow, yo, dus we hebben eigenlijk heel erg veel geluk dat we jou kennen. Ja, misschien soort van wel. Ja. En ja, leuk je enthousiasme trouwens, Daniel. Is leuk. Ja, sorry. Ja, nee, ik zag ineens achter. Wow, er staan er heel veel. Nee, maar dat is leuk. Dat meen ik oprecht. We gaan hier naar rechts. Hadden we nog een gesprek? Ja, over stangen. Klaar? Oh ja, stangen. Oh, ja. Ja, want geweien, zeg maar, dat is het geheel. Ja. He, gewei, dat is gestampt af van geheel. Gewei. Maar als je nou één deel van de gewei vindt, dan is het een stang. Ja, dan heb je een stang gevonden, inderdaad. Oké, okay, dus we gaan stangen zoeken ook. Ja. En als we dan vandaag een gewei vinden in zijn geheel, dan is het wel echt heel bijzonder. Ja, dat is meestal wel best bijzonder, omdat ze nooit eigenlijk tegelijkertijd afwerpen. Okay. Meestal valt eentje eerst en dan pas de ander. En nog een fun fact. Het gaat toch altijd jeuken? Oh ja, klopt inderdaad. Ja, het gaat inderdaad jeuken. En dan, doordat het gaat jeuken, gaan ze de hele tijd tegen bomen aan krabben en tegen planten aan slaan met een gewei eigenlijk. En dan uiteindelijk door een soort enzym wat in het bot zit, dan lost het soort van op en dan valt het gewei er uiteindelijk vanaf. Dus het is voor hun ook een soort van pijnloos? Ja, het is eigenlijk best wel relaxend voor hen. Kijk, tuurlijk, er komt altijd een beetje bloed ook nog wel uit. Dus in het begin doet het altijd nog een beetje pijn. Maar daarna is het eigenlijk wel wat minder weer. Dan is het juist wel fijn. En dan groeit eigenlijk gelijk een nieuw gewei aan. Ja, ziek. Echt ziek. Ja, want een gewei dat groeit elk jaar weer terug. Ja, klopt. En dat is zodat, want stel ze hebben tijdens een gevecht, tijdens de brons, breekt een stuk gewei af. Ja, dan kunnen ze niet hebben dat ze volgend jaar weer niks hebben. En de brons is de paartijd. Ja, dat is zeg maar waar we vorige keer waren met dat al die beesten die geluiden gaan maken, zeg maar. Dat hoor je dan allemaal in het bos. Hé, tulpen weer. Kijk. Zijn hier zitten. Oh, dit zijn weer die jacinten, verdomme. Weet je hoe tulpen raakt? Ja, tulpen is gewoon toch allemaal kleuren? Nee. Tulpen zijn gewoon bolletjes. Hier langs de kant zo'n narcissen. Wat narcistisch? Narcistisch. Staan ze lekker daar langs de kant, Jezus. Heb je er zin in, schat? Ik heb zeker zin in. Mooi. Jij? Ja. Jij bent wakker, hè? Ja. Kijk, tulpen. Er zijn tulpen. Zijn er ook geen tulpen? Precies. Oh mijn god. Ik dacht dat we in de tulpenstreek waren. Nee, de bollenstreek. Oh, de bollenstreek. Dit zijn tulpen. Oh, dit zijn wel tulpen? Nee, maar die waren ook geel. Ja, die zien er anders uit. Die waren ook geel. Tulpen is zo'n bolletje.
En wat die hiernaast zijn soort van bloemetjes. Ik zag gewoon hetzelfde. Jullie zitten met mij te fucken. Nee, helemaal niet. Oké, okay, nou we rijden verder. We zijn er bijna, toch? Ja, nog ja, weet ik hoeveel meter eigenlijk, maar we zijn er bijna. Oké, okay, nice. Nou, weet ik hoeveel meter, hier komen we. Je hebt er zin in, hè? Ja, en weet je wat ik daar zie achter het hekje? Kom nou even kijken, kom. Kom even met je op mee. Ogen dicht, ogen dicht. Ogen dicht. Hij ziet wel op. Oké, nu mag je ogen open doen. Oh, dit is een 37-20. Ja, dit is een mooi spul. En een 47-20. Ja, maar dit is wel echt geniaal, man. Hoe ook leuk zou het zijn als je deze in je achtertuin hebt staan voor je nieuw huis? Zo, allebei ook gewoon, hè? Ja, en dan hier dit ding. Kun je zo mooi een beetje je rug borstelen. Maar kijk, je rug borstelen, gast. Weet je hoe pijnlijk dat doet? Je hebt gewoon 1000 egels op je rug. Oh, dat is hard. Ja, dat is echt knijtershard. Maar dit zijn speciale grasbanden, zodat ze het gras niet beschadigen van de golfbaan. Ja. Ze zijn dus bij de golfclub. Ik hoor hier iemand prutsen. Ik krijg de deur niet open. Wat een gast. Je komt mij helpen. Okay, ik had niet verwacht dat de muur zou gaan praten. Hey, Wout. Krijg je die open? Nee, hij gaat niet open. De golfcar, die staat daar. Echt? Ja. Maar nu moest het alleen in de weg nog de deur. Ja. Ja. Echt? Ja. Wout is ook gewoon safety. Hij is bijna 2 meter. Niet normaal. Zo, wat is dit? Dit is een bijzonder stront. Even ruiken. Wat is dit? Hey, Wout, hoe lang was je al bezig met de slot? Ja, echt al lang. We stonden echt al 10 minuten in de auto, hè? Ja, ik dacht, hij is met iemand aan het praten. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, hij moet wat fixen. In plaats van dat hij dan even belt. Ja, ik stond met die garage. Ik zo, het lijkt wel alsof iemand de deur aan het prutsen is. Krijg hem niet open. Oh mijn god. Ja, zo mooi. Oké, maar het is wel chill, want dan kan de tas en alles achterin. Ja. Kijk nou eens even wat Daniel heeft. Dit zijn dus gewoon, hier kunnen 2 mensen zitten. En hier is gewoon een bankje opgemonteerd. En dit lijkt nog gewoon te gaan werken ook. Dus het is gewoon, ja, het lekker is... Lekker spannendje eromheen. Woutse safari. Ja. Hé, hey Daniel, wat is een haspel? Een haspel? Ja. Dus dan kan je zo een kabel op draaien. Wow, waarom weten mensen dit? Waarom weet ik dat niet? Ik zag gisteren tegen hem. Kijk de vlog maar, oké? Okay? Is leuker. Hij ging me uitlachen. Hij zo, wat is een haspel? Ja, en ik weet ook wel niet hoe een tulp eruit ziet. Ja, maar ik weet wel hoe je moet vloggen. Ja, ik weet wel hoe ik moet vloggen. En daar ben je goed in ook. Verdomde goed. Oké, okay, wie gaat achterin zitten? Ik, hè? Ja? Ja, hoor. Oh. Ja, nee, ik wil ook wel graag achterin. Maar kan het niet zo achterover koekelen? Nee, daarom is deze. Een vissersknoop erin. Maar een L doet het toch, koekelekoe. Krijg je ooit die spanman nog los, denk je? Ja, ik leg hem met een knoop die los. Jongen, met een speciale knoop. Dat is een andere zorg, denkt hij. Ga zitten daar en even goed met je... Ja, even goed. Even op z'n Daniels. Maar... Daniel... Ik deed weer gewoon op z'n Daniels. Ja. Ik heb echt zin om te gaan kamperen met jou. Om de camper op stap te gaan. Oh ja, trouwens, nog even een dingetje. Ik ben mijn jas vergeten. Kut! Gewoon in de Lambo, ja? Ja, gewoon in de Lambo. Gewoon bij Wout thuis. Ik was zo nog in de slaapmodus dat ik stapte in één keer in het landje roveren. En ja, stom. Zit ze hoor. Mevrouw wijst de weg. Dit is wel een goede. Ik ga wel even naast Wout zitten trouwens. Echt overzicht. Zo, hier, wij hebben ook overzicht. Ja, dit is de safari tour. Wat, Arg, we pakken jullie. Oké, okay, en wat hebben we hier? We hebben hier natuurlijk wat van die tees. We nemen geen club mee, hè? Nee. Nou, top. Ja, klaar iedereen. Oké, okay, even een testje, want jij bent 17. Ik ben 17, ja. Dus ja, eigenlijk mag ik niet rijden, maar we zien het door de vingers. Kijk, we zien het door de vingers. Wat is dit? Dat is de toeter. Oké, okay, die doet het. Wat is dit? Dat is het licht. En wat is dit? Dan keep ik hun eruit. Wow! Hoi, joh! Wow! Hey, dus als jullie je niet gedragen, keepen jullie eruit. Ja? Oké, okay, en waar staat de F voor? Voor vooruit. Ah, op zijn Engels. Ja. Ik kan geen Engels, hou op. Wow, waar staat de N voor? We gaan! De N? In neutraal. En de R? In achteruit. Hey, hoe heet onze Engels? Ah, weet jij hoe het is in Engels? Reverse. En de F is forward. Dat wist ik. Oké, okay, nice. Nou, je bent geslaagd. Ja, nou, let's go dan. Hou jullie vast, hè, schatjes. Handeloos!
alles. Ah! Oh, ik vind het nu al leuk. Ja, dit is echt een soort safari in Nederland gewoon. Ja, hè? Ik ben wel mijn jas vergeten. Het is nu al koud. Ja, het is nu al koud. Oké, even kijken. Ik zit even na te denken. Gaan we daarheen? Gaan we daarheen? We zijn 50 meter verder. Hij is de weg kwijt. Nee, alleen... Nee, topgit zit. Ik ga helemaal schuin. Serieus zo. Ik mag niet zo schuin hoor, want we zijn hoog, hè. Wout, komt helemaal goed. Als het gecheckt is. Kunnen we er wel van maken, hè? Ja, hier zitten ook super dikke goudvissen in, jongen. Goudvissen? Ja, het is een super grote zit erin. Raga! Ronnie de Raga! 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 Ik zal maar geen jas bij je hebben. Ja, kloten. Ricky Rango! Ricky Rango! Ricky Rango! Leuk hè, op kan het rijden. Ja. Vooral als je hard gaat. Alleen hij gaat nu niet zo hard. Nee, ik wou doen even normaal. Daniel! Ja, we houden er wel over. Je moet je opbreken. Oké, hier zou ik jullie wel vasthouden eigenlijk. Ik hou al de hele tijd. Oh. Ja. Oh. Nee, Wout, Wout! Ik zit echt klaar eraf te springen. Hoi, joh! Nice, Wout. Nice. We zijn er. Zijn we er? Ja. Was het een lekker ritje? Nee. Oké, wat gaan we nu doen? We gaan daar het hek gaan we over en dan gaan we eerst een stukje die kant zeereep inlopen. En dan, als het goed is, liggen daar al glijden, hoop ik. Maar moesten we die schep niet meenemen? Nee, dat is bij het volgende gebied. Wow, hij staat echt even na te denken. Hij zat nog met zijn gedachten bij de deur. Doen we een wedstrijdje? Wie hem het eerst heeft? Wie de eerste eentje vangt. Is goed? Hij gaat rennen straks. Goed, ja, ik moet ook rennen, want ik heb het koud en mijn jas vergeten. Ja, dames en heren, het is weer zover. Droombeelden! Let's go! I can't describe it. Dat is een hele goede vraag. Stel hem eens aan de expert Wouter. Ja. Wouter? Wout. Ik zei Wout. Nee, ik zei Wouter. Ja. Nee, sorry. Sorry, Wout. Oh, ik zie een haas. Oh, een haas. Ja, daar zit een haas. Er zitten heel veel. Nou. Is meneer de haas. Ik vroeg, kan je dan het beste bij bomen en bosjes zoeken omdat ze daar tegenaan lopen te schuren? Ja, het meestal bij dit soort kuiltjes dan wel. Daar gaan ze meestal in rusten en dan gaan ze daar liggen. En dan vaak gaan ze tegen die tak aan en dan gaan ze er gewoon tegenaan schrobben. En dan valt hier meestal gewoon af. Meestal liggen ze op of onder de planten, struiken en bomen, oh, zeg maar. Oké, dus het ligt niet zo op hier bijvoorbeeld? Nou, dat zou ook kunnen hoor. Het kan overal eigenlijk. Maar het is voornamelijk zeg maar als je straks door die dichtere bosjes gaat allemaal. Ja. Dan is het echt wat meer lager of hoger. Okay. Maar het kan ook gewoon op zo'n open veld liggen. Het kan eigenlijk overal wel. Okay. Maar je herkent vooral gewoon zo'n klein wit van het bot, zie je gewoon het wit in. Zeker als het vandaag bijvoorbeeld is afgeworpen, zie je dat wit gewoon best wel makkelijk nog. Dus dat komt wel goed. Oh, hey, kijk eens even. Het hek is toevallig hier kapot. Dat hebben wij echt niet gedaan hoor. Dat is serieus zo. Maar je kunt er wel mooi overheen stappen zo. Hoppakee. Dan gaan we denk ik die kant eerst op. Is goed. Ik vertrouw jou, Wout. Later. Hoi, yo. Is dit een echt bot? Ja. Serieus? Ja. Een bot van wat? Denk ik dan maar tevreden. Echt? Zo heel klein zou wel race zijn, denk ik. Wow, yo. Wat ziek. Het is gewoon een echt bot. Het ziet er een beetje nep uit, eerlijk gezegd. Oké, nou, ik heb gewonnen. Ik heb precies wat gevonden. Nee, het is geen gewei, hè? Nou, die doen we weer terug in de natuur. Hé, hey, een hol. Dit is van meneer de Haas. Oké, de zoektocht is dus begonnen, mensen. En Daniel, die zet het op een sprint. Ik ben wel heel erg benieuwd of we er een paar vinden. Zitten hier veel herten? Ja, best wel veel. We hebben een keer een telling. Jeetje, wat een groot gewei. Ja, je hebt met een telling? Ja, met een telling hebben we een keer 80 geteld. In dit stukje? Ja, alleen op de golfbaan. Jeetje. Dat zijn er best wel nodig. Een hele poot ligt daar. Een poot? Ja, het is ook nog wel vers ook, want het zit ook nog een beetje aan elkaar. Oh ja joh, wat? Mooi joh. Oké, Wout, Daniel is heel erg fanatiek bezig. Dus wij moeten ook fanatiek. Sluiten. Ja, wij sluiten een verband. Is goed.
Oké, dus wat jij ziet, zie ik. En wat ik zie, zie jij. Ja, deal. Okay, Adio, mag niet winnen. Oké, waar kunnen we dan het beste heen nu? Oké, ik denk gewoon hier. Dit zijn hele goede plekken. Dit zijn hele goede plekken. Oké, laten we hier even kijken bij deze boompjes. Maar zo'n gewei valt wel duidelijk op, toch? Ja, het is een hele andere kleur dan die bomen. Zeker omdat deze allemaal dood zijn. Ja, dit is allemaal dood inderdaad, ja. Wow! Oh. Oké, dit is wel echt heel erg dood. Hier liggen die uit in de maat. Hey, jullie ook hier. Wat zijn jullie aan het doen? Hey, weer bordjes, ja. Kijk hoeveel bordjes hier liggen. Echt niet normaal. Maar hoe komen die bordjes hier dan? Is dat gewoon uit ouderdom of gejaagd? Of? Ja, meestal is dat van dieren die door gewoon overleden zijn. En dan deze worden allemaal, meestal is dit dan gewoon van één hert. En door vossen wordt het allemaal meegenomen en verspreid over de hele golf. Zit hier ook vossen? Ja. Nice. Moeite met evenwicht. Oké, zij gaan daar naar beneden. Ik ga hier omhoog. Als het goed is, hierachter hebben we de zee. Kijk dan. Je hoort het ook gewoon. Lopen ze ook wel eens hierboven? Jazeker. Ik ben iets op het spoor. Ik heb een verse keutel gevonden. Kijk. Maar weet jij hoe de keutel eruit ziet van een hert? Ja. Okay. Ik heb er één. La la la. Oh, dat is het. Ja, het is een heel kleine afgebroken. Heb je er één? Ja. Het lag gewoon de hele tijd naast me. Oh, dat is afgebroken. Hij lag de hele tijd naast me hier. Telt deze niet? Nee. Oh. Gelukkig. Yes, hij telt niet. Maar kijk, hier had ik dus mijn spoor gevonden. Is dat hertenpoep? Ja, alleen wel van een zieke hert. Van een zieke hert? Ziet er niet heel goed uit. Oh, dat is niet best. Ja, inderdaad. Een zieke? Ja, zieke. Oké, nou, dan gaan we verder lopen. Stappen eroverheen. Wow, wat is dit? Boy, yo, die heeft wel heel ver misgeslagen. Ja, ik vind het wel bizar. Wat? Wat? Boy, yo, zieke timing. Wat zei jij, Myron? Ik zie een golfbal hier. Ja, kijk wat wij vinden. Ja, echt tegelijk met Myron. Ja, het is op zich wel logisch natuurlijk, dit is daar ook een golfbaan. Maar ja, die komen wel eens in de duinen hier dus. Hier nog één. Hebben we er nog één? Ja. En kijk eens wat ik hier vind. Helemaal eronder, deze is al echt oud. Deze is echt al oud, die zit helemaal in de grond hier. Hoppa. Deze mensen kunnen echt niet slaan. Nee, ik heb er twee. Nou, dit is eerder wie de meeste golfballen vindt dan de geweien. Dan ren ik het veld op. Het stiekelt wel, hè? Ja. Het stiekelt. Ja, dat klopt. Hey, het is wel echt mooi hier. Ik zat net een foto te maken van de zee. Ik vind de zee altijd zo lekker of zo. Klopt. Omdat wij niet dicht bij de zee wonen, als je dan een keertje bent, dan vind je het zo lekker. Klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is heerlijk, is genieten. Maar wat ook een plek voor een golfbaan, hé. Het is echt niet te geloven. Ja, want het is hier best wel windstil hier zo. Omdat je natuurlijk tussen de duinen zit. Dus het is best wel relaxed, rustgevend. Jullie horen nu ook gewoon helemaal niks. Behalve mijn stem als het goed is. Gewoon helemaal stil. Gewoon windstil. Dat is wel echt heerlijk. Dus nu is het gewoon lekker. Zonder jas dan. Nou, ik ben benieuwd. Wat denk jij, schat? Want wij hebben geen idee. Nee, ja, ik zie het nu een beetje... Somber in, inderdaad. Ik dacht dat we echt wel 30 zouden vinden. Ja, dat dacht ik ook. En toen kreeg ik vanochtend te horen van... Eén of twee. Misschien één of twee. Toen dacht ik, jeetje. Maar ja, het zijn wel stapjes, hè? Ja. En gewoon lekkere natuur. En het is mooi weer, dus op zich maakt het niet heel veel uit. En je maakt het 10.000 stappen zo. Precies. Ik heb het wel al echt heel erg warm. Jij? Ja, oh, ik heb gewoon lekker. Lekker met zo'n zwarte knopoudie natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Het is natuurlijk wel een grotere gevoel van blijdschap als je er eentje vindt nu. Wacht even, blijf even daar staan. Oh, mooie foto. Ja. Dus ja, nou ja, we gaan het zien. Hebben jullie er één? Ja. Serieus? Ja, ik vond het een puntje. Ja? Hey. Lekker! Teamboot! Hey! Ik wist niet dat we teams waren. Ja, team, Wout en ik hadden geteamd. Ik hoor ook bij jullie. Oké, nice. Myron hoort ook bij team Wout. Dit is wel echt leuk. Dit vind ik leuker zoeken dan in die stekel. Wow, yo, wow, yo. Ligt hij bij de kel waar we langs liepen? Ja, ligt hier. Wat? Oh, yo. Toch even hierboven langs lopen. Goed gevoel. Ja, goed gevoel. Is hij vet? Ja, hij is heel mooi. Ja, is hij groot ook? Ja, best wel redelijk groot. Rennen. Ja, dan ga ik om mijn plaat. Wacht. Ik ga eerst vragen of jullie hem zien. Het is, je kan hem van nu nog niet zien hoor. Nee, maar ik ben heel benieuwd of jullie hem zien. Als jullie gewoon rechtdoor lopen, dan moeten jullie hem zien. Dan ben ik benieuwd wie van jullie met eerst zien. Het ruikt er naar kinderboerderij hier. Zouden we hem ergens moeten zien? Ja, ligt hij daar? 10 meter naar voren, zeg maar, nu gewoon langzaam hij lopen. Ligt daar. Hij is in jullie zichtveld. Als je hier blijft staan, dan moet je hem zien. Zoekplaatje. Echt? Ja.
Kom op, zoekplaatje. Ligt hij daar achter? Zoekplaatje, kom op. Hij is heel dichtbij. Hij is echt heel dichtbij. Kijk voor je. Daar. Wee, joh. Wow. Maar dat is wel moeilijk. Het is wel heel moeilijk, ja. Dat het heel goed te zien was. Oh, die is wel mooi. Holy shit, kijk dit. Wat mooi. Dat is echt heel mooi, hè? Wow. Oh, maar deze is ook in perfecte staat, ja, toch? Ja, klopt. Ja, deze van dit jaar, denk ik. Hij is nog redelijk bruin. Hey, box. Hey, Wout, kun je eens voordoen hoe zo'n hert dat ding dan op zijn hoofd eet? Hoe de hert zo'n ding op zijn hoofd eet? Nou, zo. Zo doet hij dat. Echt? En dan laat hij hem zo los. Wat? Is zo mooi? Ja, is echt gaaf. Dit stukje wat ik heb gevonden, dat stond het plaatje bovenop. En hier is zelfs nog een stuk afgebroken ook. Dit is echt, deze is in perfecte staat. Ik heb ze bijna nooit zo mooi gezien. Ook mooi, die nerven zie je hier nog overal. Jeetje, maar blijft dit ook gewoon de rest van, van mijn leven zo mooi? Ja. Meenemen. Wat doen mensen hier normaal gesproken mee als je het vindt? Of had je dat al trofee? Ja, trofee inderdaad, dat sommigen verkopen het. Jeetje, maar deze is echt heel mooi. Ja. Wow. Ja, nu weet ik. Hey, gaan jullie allemaal je jas uit doen? Ja. Ah, wat balen als je jas bij je hebt. Jeetje. Wat jongens. Deze is mooi. Die is echt heel mooi. Ja, ongelooflijk. We staan op dit moment op een bunker. Maar Marvin en ik zijn wel een beetje geschrokken over wat jullie hebben gezegd. Want jullie zeiden, het is echt heel makkelijk te vinden. Ja, dat is ongelooflijk. Nou, wat een tegenvaller. Ja. Want wij stonden... Heel goed, dat witte. Wow. Ja, dat witte. Wij staan een halve meter. Wij stonden hier. Nu heb je het gezien. Nu weet je de kleur bruin. Je weet het witte puntje. Is hij altijd zo bruin als deze? Ja, bijna wel. Als hij heel oud is. Kijk, bij deze zie je bijvoorbeeld dit. Dit is door de zon, dat het wel wat witter is. Deze is van best oud. Maar als je deze in de zon legt, wordt je uiteindelijk wit. Uiteindelijk wel, het zou kunnen, maar... Dat is wel mooi. Maar ik denk dat ik niet de enige ben, dan kijk ik Marion aan, als ik gewoon de hele ochtend al op de grond aan het zoeken ben. Ja, ik ook. Oké. Okay. Ja. Het kan zijn dat ik al heel veel gemist heb. Dat het dan in de boom zit. Ja, deze hing toevallig in de boom. Meestal ja, dan zo hier, hoor. Ja, nou, dat kan dus. Vorig jaar vond ik er eentje. En die zat dan, die had hem zo afgestoken tegen zo'n tak aan. Dus dan... Die zat zo erin. Nou, we gaan verder zoeken. Hey. Echt vet. We hebben de eerste. Alsjeblieft. Heel vet. Mag ik hem hebben? Je mag alles hebben wat we vinden vandaag. Nou, ja, je mag hem. Ik heb er maar eentje nodig, denk ik. Deze is echt mooi. Deze is zo mooi. Als we zelf eentje vinden, schat. Ja, dat is, ja, wel, dat is wel waar, ja. Hey, maar deze is wel echt mooi. Ja, deze is wel echt heel vet. Meenemen wat jullie willen. Ja, deze is wel echt heel gaaf. We gaan even naar binnen. Cool, man. Super sick dit. Wat? Ik kan hier gewoon eronder. Durf je naar binnen? God. Ja, ik wil wel even kijken. Straks zit er een hert. Ja, of een vos. Ik ga met zaklampje naar binnen. Oh, het is echt heel krap. Ah, jij bent ook 2 meter, hè? Goeie hout. Kom, gewoon dit. Wat zit daar? Vuilniszakken. Ja. Goeie hout. Nee. Ja, allemaal vuilniszakken van een zwerver. Ik dacht, we kunnen daar wel heen. Ik kan maar even kijken verder. Oh, nee, dat kan wel. Oké. Ga jij nu, meisje? Ja. Kan je daar echt helemaal staan? Wat ziek dit. Is het grote, ja? Ja, man. Kom naar binnen. Nou, daar ga ik. Een vlogcamera. Holy shit. Oh, yo, gast. Wat ziek dit. Ja, ik ben er hierheen. Wat? Spannend. Dit is wel echt spannend, ja. Wat? Oh, joh. Wow, en dit gaat helemaal zo door. Ja. Oh mijn god. Oh, hier kan je er ook... Wow, je kan hier er vet makkelijk in, boys. Hier kan je er veel makkelijker in. Maar helemaal kruipen. Dit is wel echt heel ziek, hoor. Ja. Dus zou hier dan maar in één keer iemand liggen of zo? Wordt hier wel eens een wientje gedronken, volgens mij. Ja, hier kan je er ook redelijk makkelijk in. Ik had echt niet verwacht dat het toch zo groot was, zo ver doorging. Nee. Zo, en als je dan hier doorheen kijkt... Heel lijp. Oké, we gaan naar buiten. Hi, Marvin. Hey. Oh, dat was echt veel groter dan ik dacht. En je hebt gewei ook mee, Wout? Waar ligt die? De stang op jouw jas. Gaan we verder zoeken. Ja, het enige wat ik vind zijn eigenlijk botjes. Hier liggen ook heel veel botjes. Kijk, daar weer. Hier liggen allemaal botjes. Daar liggen allemaal botjes. Helemaal afgekluifd gewoon. Oh, hier ook een poot. Ja, een poot. Ja, ziek. Ja, gewoon natuur. Wat is dit dan? Wow. Dit is een schouderblad. Echt? Oh, dit bedoel je met een poot? Ja, echt een poot. Echt een poot gewoon. Oh mijn god. Wat ligt hierin dan? Oh, dit lijkt wel op gewoon eens een wc-papier. 5 minutes later. Yeah. Ja! Ja, een unit ook! Lekker! Ik heb een gat. Lekker! Tik hem aan! Ja! Wow! Hé, dit is de broer van die ander. Ik keek er ook gewoon naar voren voor één. Wow! Oh, die zegt heel veel. Dat zijn, zijn spiderstang is dat. Wat? Nice! Oh my god!
Holy shit! Wat ziek! Oh my god! Echt nice. Echt heel erg nice. Je zag hem ook gewoon zo liggen, hè? Ja, hij zei in één keer, ze gooien hier ook gewoon in de... Ja, het was echt timing, jongen. Af. Dus ik keek zo en zie... Ja! Wow, laat het zien. Wat? Deze is mooi. Is heel en Wout zegt dus dat dit een speciale is. Ja, deze is waarschijnlijk van zijn spider. Het kan ook zijn dat die andere dan helemaal opening, want deze is helemaal dicht. Ja. En hier krijg je al wat meer van die kuiltjes en alles erin. En dat de takjes van de stangen al weer meer uit elkaar gaan staan. Dus krijg je, uiteindelijk zou die een heel raar gewei krijgen. Maar is die dan ouder dan die? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat die nog wel ietsjes jonger is. Omdat dit, ja, deze heeft wel iets meer punten. Meestal zie je het aan die punten en aan dit stukje. Oh, ziek hoor. Yes, vet, gewoon even gevonden. Heel vet. Ik ben echt jaloers. Nice. Nee, we gaan verder zoeken. Nou, één of twee gevonden, zeiden, hadden we het net over. Ja. We hebben nu al twee. En nu hebben we er al twee. En een half. En een half. Ja, twee en een half, ja. Yay. Nice. Wow, ik heb iets super vets, gast. Wow. Er zitten ook gewoon nog stangetjes op. Van een heel jonge ree. Holy shit. Wat? Die ziet er ook nog vet uit trouwens. Ja, hij is helemaal mooi verkalkt ook. Ja. Hij is helemaal schoon. Dit kom je niet vaak tegen. Nee, zeker niet van een ree. Wow, dit is ook van een eerstejaars, van half jaar oud of zo. Kijk, die hondjes zijn gewoon volgens mij nog niet eens echt gevormd. Dat zijn ze en hier kan je het wel goed zien. Dit is zo'n rozenstok. Hier groeit het gewijs zeg maar uiteindelijk op. En dit is zo'n dit stuk? Ja, dit is de rozenstok. Dat is zeg maar echt botbot. En dit is de rozenkrans. En daar uiteindelijk groeit het gewei uit. Wow. Dat weet die jongen toch ook veel. Goed gevonden, ouwe. Ja, super vet. Dat is wel echt heel vet. Deze ga ik meenemen. Ja, snap ik. Zeker doen. Zo, met die tandjes ook, moet je kijken, die kiesjes. Raar schedel hebben reden eigenlijk. Dat zie je ook gewoon helemaal. Super gaaf. Heel lijp, heel lijp. Vet. Lekker, man. Nu ben jij in de beurt, hè, voor zo'n groot gewei. Ja, ik kom vanzelf tegen. Ik zit hier wel lekker. Ik loop vanzelf wel ergens tegenaan, denk ik. Net als jij. Dat stukje tak, dat bruine, dat is dat ze daar... Daar hebben ze gegeten, waarschijnlijk tijdens toen de sneeuw er lag. Ah. Nou, dan konden ze niet bij de grond bij het voer en dan pakken ze dat. Oké. Okay. Ja, het enige dat we hier een beetje door die dode bomen heen moeten turmen, maar vorig jaar lukte het ook wel relatief makkelijk. Ja, ik heb er één. Yeah. Oh, ja. Wow. Yes! Hoppakee. En moet je nagaan dat jullie liepen er langs. Woehoe! Uit de box. Wat? Box. Oh. Lekker hoor. Ja, ik heb er één. Ja, ik denk ik zeg het maar als eerst. Je moet alleen ik er nog één vinden. Ja. Wat? Maar kijk hoe lijp. Kijk, hij lag dus gewoon letterlijk zo. Ja. En we liepen hier zo en ik wilde hier naar rechts. Toen dacht ik, nou, ik ga even achter Wout en Daniel aan. En toen, ja, ik heb er één. We lopen er eigenlijk allemaal langs. Ja, maar zo moeilijk is dat dus te vinden. Moet je verdienen. Kijk, deze is een beetje slijtage. Zie je dat? Oeh, dit is niet mooi. Dat kan tijdens een gevecht gebeurd zijn. Oeh, dat is ook wel weer vet. Ja, jij hebt dat ik eentje heb gevonden. Ja, battlescars. Hé, maar gast, we hebben er gewoon op! Hey! Wat vet! Heel vet, echt cool. Hij is ik ben echt blij. Ja. Blij en man. Deze punt zo mooi hier. Ja, die heeft een hele lange dit lange zijn de scherpste punten altijd. Als je dat voelt, dan voelt... Nee, deze, de onderste. Van die, deze. Die hij heeft altijd... Deze. Die lager als het goed is, heeft hij nog die. Oh, die. Dat is meestal de scherpste waarmee die... Als hij bij Enzo is, die heel erg scherp. Zeg maar, voor een hertigwei dan. Ja. Alleen dat, ja, daar kan hij best wel hard in steken. Ziek man. Nou, Daniel, voorop lopen. Wat vet! Jij nog eentje, dan hebben we allemaal al één. Ja. Maar ook gewoon letterlijk, gewoon niet... Gewoon iets laten liggen voor de ander. Gewoon letterlijk, gewoon iedereen heeft dan één gevonden. Ja. Zo vet. Dus dat is wel echt perfect. Ja, ik vind het echt leuk. Oké, okay, nice. Maar het zijn nou. Ook allemaal mooie grote stangen. Ze zijn allemaal mooie, ook gewoon van dit jaar. Geen eentje van vorig jaar. Oké, okay, let's go. Dan gaan we verder. Daniel, doorlopen voorop. En deze lag dus ook gewoon weer op de grond. Gewoon heel random hiertussen. Echt heel erg vet hoor, mensen. Echt, echt ziek. Holy moly. Ja, gewoon dikke battlescars. Die bovenkant is gewoon afgebroken of zo. Echt vet. Ga ik meenemen. Hey, ik heb een andere vondst. Golfbal. En ik heb hier weer een golfbal. Kijk, hoppakee. En ik heb hier weer een golfbal. Echt wel veel golfballen die dan helemaal van achter daar verdwalen of zo. Oh, slecht geslagen. Je zou toch denken als ergens kans is, dan is het hier nog wel. Kijk al deze paden. En je ziet ook overal poep liggen van de herten op de grond. Dus je zou denken dat hier nog wel ergens zo'n mooi stukje stang ligt. Ik wil elke keer gewei zeggen, maar een gewei is dus echt in het geheel. Dat is echt super zeldzaam. Maar we zoeken dus een stukje stang. Dat is wel heel vet dit hoor. Sowieso super chill om in de natuur te zijn. Wow. Wat een plek dit, hé. Volgens mij licht zie je gewoon met z'n allen. Gewoon lekker zo te chillen. Want hier zijn de anderen nog niet geweest. Dus ik moet even doen alsof ik 8 ogen heb. Ja, kijk, hier ligt ook wel allemaal poep. Ze zijn hier sowieso geweest. Hoor dan ook hoe stil, hè.
Echt mooi. Laten we verder lopen. Kijk, hier ook weer poep. Zie je, dus ze lopen echt via deze route. Kijk, oh, hier zou ik misschien wel eentje ergens tegen kunnen komen. Hier omhoog. Ze lopen dus door deze kleine stukjes eigenlijk. Au, au, au. De stekels. Au, au. Niks gevonden. Maar je kan het haast niet zien, dat plekje hier zo. Toch komen ze daar vandaan. Zo, daar zijn we weer. Tot nu toe wel tevreden? Zeker. Ja, ik bedoel, ja, we hebben allemaal wat gevonden. En een race-schedel. Ja, dat is wel het zieke. Daniel heeft gewoon een race-schedel en wij drie een stang. Ja, een race-schedel. Nou, dan ga ik nu even naast jou zitten. Dit is even mensen. Dit is heel erg nice. Echt heel erg nice. Lopen hier ook herten? Ja. Serieus? Ja, overal. Dus de mensen die hier lopen, die kunnen ook aan het zoeken zijn? Ja. Wat? Heel ziek. Daarom gaan wij straks ook het dek doen. En we hebben zoveel geluk dat jij dat kan regelen, ook zo via je vader. Dat we op plekken kunnen komen waar eigenlijk mensen niet mogen komen zomaar. Ja. Dus er is echt heel veel geluk mee. Super dankbaar voor. Het is ook leuk om aan jullie te laten zien. Dat we dan ook sowieso wat vinden. We hebben er al drie. Maar stel voor, mensen zien deze video, willen gaan zoeken, gaan hierheen. Mogen ze dan officieel zoiets meenemen? Wat moeten ze doen? Het ligt er eigenlijk aan. Kijk, over het algemeen neemt iedereen ze wel gewoon mee. Je zal er niets mee krijgen, maar normaal gesproken zou het niet mogen. Maar niemand let erop. Dus het kan gewoon altijd, mag in principe, ja, mag ook weer wel. Ligt er een beetje aan. Een beetje de ene grijs gebied. Ja, de ene boswachter die vindt het niet erg, de andere wel. De okay. Ene zegt leveren maar in, maar je krijgt er geen boete of zo voor. Okay, tenzij je een hele nare iemand hebt, maar okay. Over het algemeen niet. Normaal gesproken in dit gebied mag je ze volgens mij wel gewoon meenemen, omdat dit niet uit mijn hoofd niet ergens onder valt. Nou, duidelijk. We gaan als het nu, als het goed is, ergens eerst even wat eten. Ja. En in de tussentijd rijden we nog steeds de hele tijd gewoon op het fietspad hier. Super gek, maar het mag. Dames en heren, we hebben een obstakel, maar we hebben, dit is trouwens ook echt wel vet hoor, zo'n Discovery, zo'n landjesrover. Echt heel erg nice. We hebben de scap. I'm a scap man. Padabidapapadapap. Ah, gaat niet helemaal open, dus we moeten dit een beetje wegscheppen. En het is vooral hier dat jij misschien met de scherp onder dat ding kan, dat zij de bos achter dat je. Oké, het is dus zeg maar zo dat als we het hek open krijgen, kunnen we verder met de auto, zo niet moeten we lopen. Dus we gaan er alles aan doen om het open te houden natuurlijk. Wat? Kijk, nou, dan kar ik hem er doorheen hoor. Let's go. Ideaal dit. Nou, zo'n auto als dit is echt geniaal hoor, je beukt overal doorheen. Dat is niet normaal. Hoppa! Yes, gelukt. En we verder. Hey, bedankt hè! Joe! Hey, wacht! Wat? Maar doe eens nog een stukje. Ja, het is een hert hoor. Ja, het is een hert. Die heeft afgeworpen, dus je kan het verschil niet zien. Je ziet een beetje aan de kop, die heeft een beetje een boller. Ja, inderdaad, wat groter en boller allemaal. Ja, met de camera kan je het gewoon eigenlijk niet zien. Maar daar staat dus een hert. Nou, dan, daar gaan we dan sowieso zoeken. Ja, inderdaad, daar moeten we sowieso. En aan die kant, daar zag ik ook een groep herten net wegrennen. Oké, dat moeten we onthouden en daar. Ja, ja nice. Gewoon die kant en die kant. Oké, auto hier neerzetten? Ja. Ietsjes verder. Nederland is zo mooi, mensen. Kijk even om je heen. Ja, echt hè? Yes, mensen, we zien hem nog. Kijk. Daar loopt hij. Oh, hij gaat net weg. Ja, ja. Dat is, nou, dit is lekker picknick hoor. Ik weet alleen niet of ik daar naartoe kan. Waar naartoe kan? Die toekant. Oh. Er zitten allemaal toekans op. Geniaal. Wat nou, lief. We hebben hier gewoon een. Ja, echt lief geregeld, Wout. Hey, Wout, kom jij straks nog aan kakken toe? Een kakatoe erop. Goed. Nou, hier zijn we dan in ieder geval. Gewoon lekker in de duinen hier zo. Lekker smikkelen. Kijk dan. Oh mijn god. Ja, carpaccio, salm en nog iets had ik erop moeten doen van mijn moeder. Ja, dit is echt heel lief. Echt nice. Nou, beter kan niet hoor. We staan zo dichtbij.
Oh. Ze staan zo dichtbij. Nog telelens of niet? Gaan we gewoon sprinten? Gaan lopen. Sprinten? Ik heb hier nog een lekker stukje chocola. We gaan de natuur in. Myron die staat er als het goed is heel dichtbij. We hebben echt... Ja, ze staan er zo dichtbij. Oh mijn god, kijk dan. Ze renden voor me weg. Daar zit er ook nog eentje. Die zit helemaal gecamoufleerd. Die zie je nu. Wow, ik schrok gewoon van ze. Kijk dan, ze staan hier zo dichtbij. Wow, kijk ze dan. Oh mijn god, daar gaan ze. Maar ze huppelen ook zo mooi. Ja. Wat ziek, hè? Echt? Heel nice. Heb je nog gevraagd hoe ze heten? Benny en Jaapie. Maar echt heel tof geregeld. En dikke shout-out naar Wout. En ook naar de ouders van Wout. Echt super lief dat we dit kunnen doen zo. Echt heel tof. Oké, als het goed is, dit gebied is er nog niet gezocht. Dus wij gaan het zoeken. En ik hoop echt dat we er nog een paar vinden. Vooral Daniel, die is de enige die het nog niet heeft gevonden. Dus laten we hopen dat die er als eerste nu een vangt. A few moments later. Kom. Nee. Wat? Nee, jongens. Wow. Die is dik, hè? Grote! Wow! Ziek scherpe punt, hè? Ik zag hem meteen! Zo oneerlijk! Wat de heck! Wat ziek! Zo oneerlijk! Niet normaal! Ik viel dit witte puntje zo erg op! Ja? Het wordt steeds makkelijker voor je, als je het steeds vaker vindt. Ik zag hem zo duidelijk! Ja, als je het eenmaal hebt gezien, dan... Zo groot? Echt groot! Holy shit! Kijk, mag ik hem zien? Heel lijp, hoor. Echt, hier beneden staat de auto! Hier beneden staat de auto. We komen omhoog. Myron ziet twee herten en nu al dit. Dus je kan hem meteen in de auto leggen. Nee, neem hem gewoon mee. Ga maar naar huis. Oké, brengt geluk. Super vet, schat. Dit is echt cool. Deze is groter, toch? Ja, dit is de grootste. Dit is er eentje van 5 jaar oud, denk ik. Ja, ja, zeker. Jeetje. Hoe oud worden herten eigenlijk? Zo, daar vraag ik. Denk dat ze wel. In het wild denk ik 15 jaar. 15 jaar, zoiets. Oh, dus ze kunnen nog groter zijn dan dit. Ja, maar dit is vet. Hé, hey, Daniel, ga zoeken, man. Ja, verdomme. Ga zoeken, kom. Ik, hey, maar dit vond ik ook oneerlijk, hè. We hadden afgesproken dat ik voorop mocht lopen. Ja. Als je er één vindt, dan is het gewoon zo'n lekker gevoel. Dan is het zo voldoening of zo. Dat is echt bijzonder. Toch, schat? Ja, dat is echt leuk. Dan ben je zo blij, zo enthousiast. Ja, ik heb er één. Een soort van paaseitjes zoeken, maar dan nog extremer. Ja, dan een moeilijke variant. Nou, we gaan hier zo naar beneden. Hier zitten ze ook allemaal. Daar zijn Daniel en Wout al. Dus laten we hier gewoon gaan lopen. En zoeken. Oh, Wout heeft er één. Je hebt hem nog niet gepakt, toch? Nee. Oké, ik ben benieuwd hoe die erbij ligt. Vanaf hier zag ik hem liggen. Vanaf hier zag je hem al? Ja. Waar ligt hij dan? Je ziet, als het goed zie je aan de bruine kleur, zie je daar in die tak. Ja, ik zie hem net niet, voor mij zit hij echt niet plat, maar zie je een bruine. Oké, we lopen erheen. Ik zie hem nog niet. We spotten hem vanaf daar. Oh, je spot hem van zo ver? Hier, daar. Wow, ja, nu zie ik hem. Wow, van zo ver heb je hem gespot. Wat ziek. Ja, daar ligt hij. Kijk dan, mensen. Wow, deze is wel wat kleiner. Ja. Deze is smaller. Ja, wel heel vet weer hoor. Ja, dit is de kleinste tot nu toe, denk ik. Dit is de kleinste, ook nog de jongste. Ja, heel vet wel, man. Wel vet. Ja, echt vet. Cool, ook op nummer 2. Twee, ja. Lekker. Nou, gaan we verder zoeken, maar dit is nu echt al wel een goede plek. Want we hebben deze twee veel eerder gevonden dan de vorige plek. Dus dit ziet er goed uit. Daniel, zoeken! Check dit, mensen. Kijk hoe mooi dit bonsaiboompje is. Wow, die is echt super nice. Echt een mooi plaatje dit. Hoi, hoi. Hier is er wat meer wind, maar... Oeh! Zoeken. Oh, wat is dit? Wat zie ik hier? Oh, dit is gewoon een schelp. Ik dacht misschien een ei of zo. Maar dit is gewoon een schelp. En een gat erin. Ja, ik zie er een. Ja, ik zie er een. Ja. Woehoehoehoei. Wat? Yes. Oh, dat is ook een mooie. Woe. Die rafels. Holy shit. Yes. Daniel heeft er een. Lekker, maat. Yes. Daar ben ik wel heel blij mee. Yes. Lekker, Daniel. Lekker, heel nice. Kijk, dan hebben we in ieder geval allemaal één gevonden. Ja, Daniel, zoals anderhalf nu. Ja, anderhalf. Je had wel de eerste eigenlijk, maar dat was echt een halfje. Ja, je hebt nog frambozenweekend. Oh, lekker. Ja, ik had net met framboos in de lucht gegooid. Toen ging ik het opvangen met Daniel. Maar wij lopen hier gewoon naar boven. Zij lopen daar links. Ze hebben al eentje gevonden. Dus laten wij... Een puntje voelen trouwens. Deze is wel echt scherp. Ja, klopt. Ja, dat is echt ziek hoor. Ja, deze is wel echt groot hoor. Grootste tot nu toe. Dit is mijn soort van scanner nu. Kijk dan zo. Oh. Ja, we moeten daarheen. Oké, okay, nou laten we gaan. Hoe ziet het eruit, maat? Met zieke stiekels erop. Wow. Ja, die is mooi hoor. Echt blij mee. Niet de grootste. Wel de mooiste qua stiekels. Ja, die ook hoor. Ja, maar deze. Oh, heel ziek. Dit is een hele aparte bij jou daarboven. Vet hoor. Vet hè? Ja, man. Ben echt blij mee. Lekker, gast. Yes. Kan hem op de GoPro? Nice. Hier is ook iets even helemaal losgegaan. Kijk dit dan, joh. Wow. Ik weet niet wat het is, maar hoe?
zijn bijna klaar. Zoeken hier nog even een klein stukje. Laten we even deze kant op gaan. Even kijken, heel veel konijnenkeutels zie je ook. Of hazenkeutels. Volgens mij zijn dat ook van die kleine dropjes. Maar ja, we zijn bijna klaar met zoeken. Het is de laatste plekje. Was zo vet om hier te lopen hoor. Echt heel nice. Ja, in de boom. Fucking lang is die. Hoe dan, hé? Wat? Gaan ze loopt er letterlijk langs, hé? Nou. What the fuck? Ik zit helemaal niet op te letten, man. Oké, we zijn weer terug bij de auto en deze heeft Marvin nog gevonden. Maar, dit ga je nooit geloven. Marvin en ik waren een beetje met z'n tweetjes. Ja. En Wout en Daniel waren met z'n tweetjes. En die hebben er gewoon 4 in totaal. Dat is echt niet normaal. Gast! Wout gaat bijna onderuit. Hebben jullie gewoon nog 3 gevonden? Ja. Wow, gast, laat eens zien. 2. Jij hebt er 2 gevonden? En Wout 2? Nee. Jij hebt er 3 gevonden? Wout 3. Echt? Meen je niet? Nee, ik had er eentje, hij had er 1. En die en die. Wow. Maar we hebben een paar. Ja, yes, is dit een paar? Een paar. Wow, omdat ze bijna identiek zijn. Ja. Wow, heel vet. Ja. Gruwelijk, gast. En kijk, die van mij zou ook nog wel een paar kunnen zijn. Zou ook nog wel kunnen. Lijkt best wel. Ja, hier zie je wel open en hier zie je... Ja, maar dat maakt ze niet zoveel uit. Qua puntjes. Maar in ieder geval... Ja, ziek. Bed. Heel ziek. Dus we hebben nu in totaal daar 4 en dan hadden we in de auto 4. Ja, eentje. Echt? Ja, dit was van mij gewoon. Oké. Okay. Dus we hebben nu in totaal denk ik 8. Ja, we hebben er 8. Super vet. Ja, echt heel vet. Ja, en zo. Ja, ik had dit nog gevonden. Wow. Wow. Die is eigenlijk heel bijzonder. Dat is van een ree. Ja? Ja, die is nog bijzonder. Ja. Echt? Ja, die ligt er waarschijnlijk al een paar jaar. Want zoals je kan zien is hij helemaal verkalkt. Dit is een, waarschijnlijk een 1-jarige reepunt. Ja, 1-jarige. Ja, want die lag gewoon letterlijk hier zo, in het zand. Ja, die is heel bijzonder. En dat zag ik en toen dacht ik van, hey, volgens mij is dat iets van zo'n broos ding aan de kop. Nee, het is een puntje van een ree. Dus van, waar ik een schedel van heb gevonden. Serieus? Ja. Oh, ziek. Nou. Bijzonder. Die mag je hebben, Daniel. Maar die telt ook. Nee, echt, de punt telt ook. Oké, nou. Zoek al gelijk. Ja, dat is waar. Punt is een punt. Ja, super vet. Ik vond het gruwelijk. Avontuur zit erop met gewei zoeken. Maar of met de, hoe heet dat? Stangen zoeken. Stangen zoeken. Ja, stangen zoeken. Oh, maar hebben jullie ook zo'n last van je been? Ja. Ik heb mijn hele been over. Ja, dat denk ik ook. Voor mij heb ik echt allemaal van die... Ja? Ja, joh, kijk dan. Allemaal, ja, heb ik ook hoor. Allemaal van die prikkels. Ja, ik denk dat ik dat ook heb op mijn been. Ja. Oh, maar kijk dan. Allemaal pit op mijn scheenbeen. Ja, allemaal rood. Allemaal van die stekels. Maar het was het waard. Ja, dat was super leuk. Echt Wout, maar even dank. Ja, lekker maat. Heel erg bedankt. Echt nice. Zo, we zijn nu op de kamer of een kamer van Wout. Oh, hier heb je nieuwe schildpadjes. Ja, dat zijn zelf uitgebroeden. Wow. Wow, wat vet. Heel erg sick. En wat zijn dit voor schildpadjes? Dit zijn breedrandschildpadden. Die en die daarachter. En deze kleine is een Griekenland schildpad. Oké. Mag er ook wel uitpakken als je wil. Kun je die gewoon op je hand houden? Ja, ja makkelijk. Maar die gaan niet gek bijten of zo? Nee, dat zijn die anderen op mijn kamer. Wow. Heel vet. Geniaal. Echt heel bizar, hé. Wow. Ik voel hem helemaal ademen. Ja, en we hebben geleerd dat ze dit gewoon voelen als je ze zo uit. Ja, klopt. Het is gewoon zijn ruggenmerg. Hij gaat een klein beetje terug in zijn schildje, nu niet meer. Nu komt hij weer naar buiten. Echt leuk. Oei, oh, joh. Oei, ik dacht even dat het een slang was. Wow. Is dit een varaan of zo? Nee. Een blauwtongskink. Oh, die hebben ja, we toen die ook gezien. Ja. Alleen, dat was yoghurt en die had hier helemaal zo'n verbrand stuk. Omdat ja, en die... ik heb er eentje, dat is het vrouwtje, die is niet zwanger. Oh, die zie ik daaronder zitten inderdaad. Die is wat witter. Wow. Maar ze zijn niet zwanger, vandaar ook is het ook een beetje saai. Normaal zitten er allemaal planten in en zo. Maar ja, omdat ze zwanger is, moet ze een beetje ruimte hebben voor zichzelf. Echt? Oh, heel vet. Ziek hoor, kijk, deze is helemaal aan het lopen. Dat is helemaal leuk aan het doen. Hallo. Dat is mooi hè? Ja, super mooi. Dat is een tortoise toch? Kijk dan, Olief. Kijk hem lopen ook. Lekker eten. Weet je wat dit is? Geniaal. Ik zat er ook aan uit te kijken. Dit is een lamp van stekelvarkenstekels. Oh ja, inderdaad, die kleuren. Ja, vet hoor. Maar heel nu nice. Ben ik wel heel benieuwd naar een dier wat ik nog niet heb gezien. Nee, die ook. Nou, wat is dat? Dat is een dier met de ene grootste bijtkracht van alle dieren ter wereld. Ja? Zijn hier alleen nog heel klein. Dus de bijtkracht per centimeter, per vierkante centimeter, zeg maar. Echt waar? Ja. Oké, dan gaan we naar zolder. Yo, die Wout blijft ons verrassen, mensen. Hoi, joh. Kan je hem pakken? Van mij wel. Ja? Waarschijnlijk nu bijten ze toch nog niet, dus nu kan. Wow, wat? Die lijkt wel 300 jaar oud. Ja. Het lijkt wel gewoon een steen. Wat? En wat is dit voor schildpad? Een alligator snapping turtle. Een alligator snapping turtle. Ja, een alligator bijtschildpad. Wat? Hoe groot kunnen deze worden? Ja, 80 kilo of zo. Ze kunnen 120 kilo worden en bijna een meter groot. Echt? En hoe groot wordt deze dan? Die is eigenlijk een meter groot, 120 kilo. Serieus? Dus op een gegeven moment moet hij weg? Het is een vis. Ja, een vijver wil ik dan uiteindelijk hebben. Dan wil ik gewoon 2 van die schildpadden erin gaan. Van een meter groot?
Ja. Wat? Kijk, je ziet ook even een haakbek hier. En dat is heel erg kamoflerend. Ja, dat is heel moeilijk te zien. Zo, ja, ik laat wel even foto's zien in beeld voor mensen die nieuwsgierig zijn. Zo, kijk, dat is dit echt niet normaal. Wat? Hoezo? Bizar. Mojo! Nou, dit is wel ziek, hè? Echt niet normaal. Ik moet eens in het licht zien. Ik vind het oog heel. Ja, echt heel maf beest. Nee, joh. Gewoon, hier slaap je ook gewoon. Ja. Oh, die steek. Wow, kijk hoe fucking vet. Kijk dan, hij heeft helemaal Spider-Man hier. Heb je dat zelf getekend? Ja. Wow, gruwelijk. Oh, dat heb je wel geniaal gedaan. Huh? Je hebt gewoon een ego als huisdier. Ja, hij prikt wel. Echt? Wat? Dit ziet er helemaal niet uit als een dier, hè? Check dan. Oh, kijk dan. Wow, wat is die mooi. Ja, dat is een Afrikaanse witbuikegel. Wow, maar dit heb je niet op straat gevonden. Die heb ik bij mijn dierenwinkel meegekregen toen ik daar nog werkte. Echt? Ja. Wow. Kan je hem eens hier laten lopen? Doet hij wel eens gillen? Nee, dat gelukkig niet. Nee? Kijk dit dan. Hey. Hij slaapt nog een beetje. Maar... Wow. En dit is echt heel sterk dus. Scherp, ja. Ja, het is nu ontspant. Dus nu voel je het nog niet. Maar als die stress, dan steekt hij ze omhoog. En dan trekt hij zijn spieren onderaan, waardoor die stekels eigenlijk omhoog staan. Wow, wat een lief beestje. Ja, je wilt het eigenlijk aaien, maar ja. Je kan wel aaien, hoor. Hij schrikt alleen soms, maar ja. Wat bizar, hé. Gewoon een pluisbolletje. Geef je hem ook wormen of zo? Ja, ik geef gewoon dit. Zitten wormen alles in. Wow. Zie je niet vaak een egel als huisdier? Nee. Ah, en er ligt ook nog een krokodil achter mijn bed. Krokodil? Wel dood hoor. Dood opgezet. Oh, wow, yo, ik voel het door mijn broek heen, die stekels. Holy shit. Hey. Ik hoop dat hij in bed kakt. Kan hij bijten? Hij kan bijten, ja. Nou, maar dat doet hij niet zo snel. Nee, hij heeft nog nooit gebeten. Wow, wat lief, hé, dit. Snoekje ook, hè? Ja, echt hoor. Ja. Hallo. Hallo. Te schattig, hé. Je zou mij loslaten en vergeten en je wil in bed gaan liggen. Ja. Krink. Wow, heel vet. Oh, Maiwen, lekker liggen. Ik lig net 2 seconden. Ik ga al filmen. Nee, Maiwen was al een half uur aan het slapen. Nee, helemaal niet. Nee, anders had ik je ook niet zo wakker gemaakt. Nee, want ik had mijn ogen al echt nog maar net dicht. Maar wel lekker zo'n kussentje. Ja, niet normaal. Ik ga die kussen in de auto laten. Nee, niet deze. Dit is mijn kussen. Oh, nou, dan ga ik die even wisselen met de andere kussen van bed. Want wij hebben echt iets van 5 of 6 kussens. Lekker, hè? Ja, dus we gaan de 2 in de auto laten. Altijd een kofferbak. Eentje is wel genoeg. Ik bedoel, Maiwen, 96.000 kilometer hebben we nu gehaald op de auto. Ja. 96.075 om precies te zijn. Als we thuis zijn, zitten we op de 96.100. Dus in 1,5 jaar tijd, ja, dan heb je gewoon kussens nodig in de auto. Want we zitten gewoon een kwart van de tijd van 1,5 jaar zitten we gewoon in de auto. Oh, moet ik bizar, wel hoor. Zeggen, ik denk als je zeg maar zo'n soort van grafiek zou maken van het aantal kilometers wat je gereden hebt. Dat afgelopen jaar, door corona, dat het echt heel weinig is. Ja, normaal gesproken was het nog veel meer geweest. Ja. Ja. Dus op zich is dat wel goed geweest voor de kilometers. Anders hadden we misschien nu al nog wel 50.000 erbij. Ja, misschien wel 1,5 ton, ja. Ja. Ja, omdat we hadden allemaal plannen voor het buitenland en zo. Oh joh, echt bijna 100.000. Ja, echt bizar. Gewoon bijna 100.000 op de Euro's. Die moeten we echt niet missen. Als missen... Dan ga ik gewoon inplannen. Ga ik feestje maken, alles. Oh, dat wordt zo gek als je die mist. Nee, dat ga ik niet missen. Dat is ook wel echt uniek hoor. En Joris met 100.000 om te tellen. Neem je dan partypoppers mee? Ja, nou, alles in auto, feestje, orkest erbij. Nou, wordt wel vet. Ja, wordt wel echt gaaf. Genial. Ik heb wel een beetje een inkakketje. Dus, maar Marvin die gaat even lekker pitten. Ik pit op de heenweg, Marvin pit op de terugweg. En het is nog een klein half uurtje en zijn we thuis. Zo. Jong. Politiemotor, die kwam even hard voorbij. Trajectcontrole, hè, agent? Oh, hij reed inderdaad veel te hard. Ja, maar die moeten nergens heen of zo, ik heb geen idee. Ik ben al benieuwd of zij alsnog een boete binnenkrijgen. Ja, het is heel raar. Ik snap er geen ene drol van. Het interesseert me eigenlijk ook vrij weinig. Maar toch, voor de mensen die nieuwsgierig zijn, er zijn vast wel mensen die het ook weten. Maar naar mijn beleving, wat ik ooit heb meegekregen, maar ik weet niet of het zo is. Is het zo dat als een agent zoals nu, zo'n politieagent op de motor, als hij dan op de snelweg rijdt nu, met de trajectcontrole, dat je 100 mag. Mag je volgens mij alleen als politieagenten of agent harder rijden als je zwaailicht aan hebt. Anders zou je altijd net als de rest gewoon aan je snelheid moeten houden. Niet dat ik dat altijd doe hoor. Ik heb ook genoeg boetes op mijn naam staan. Maar ja, heel raar is dat. Want je zou kunnen zeggen, net zoals nu, als een agent helemaal op de linkerbaan nu zo hard rijdt, van oké, nou dan ga ik achteraan. Hij had ook een GoPro op zijn helm trouwens. Maar dan ga ik achteraan, want waarom mag hij dat wel en ik niet? Want er is geen alarm, er is geen toeters of bellen. Ja, maar ik denk dan wel dat hij spoed heeft, zodat hij ergens gewoon moet. Ja, maar als hij spoed heeft, dan heeft hij zwaailicht aan, toch? I don't know, ik weet het niet. Mensen thuis weten dit sowieso, dus die gaan echt... Het zijn vast wel mensen die het weten. Zullen we hier eraf een koffietje halen? Ja, we gaan hier koffie halen. Maar nogmaals, maakt mij niet zoveel uit. Laat ze maar lekker hard rijden. Ik bedoel... Het zal vast wel iets zijn. Het zal vast wel iets aan de hand zijn. Ik bedoel, 2 motoragenten in zo'n
gewoon een korte tijd, in een minuut tijd. Eentje ging er met snelheid af, eentje gaat nu met snelheid rechtdoor. Misschien moet ze iemand zoeken of zo. En je zwaailicht is dan te verdacht, dat kan ook, hè? Ja, dan rijden ze zo naar elkaar toe weer via daar. Ja, dat zou kunnen. Dan is zwaailicht gewoon te verdacht of zo, ik weet het niet. Maar ik zal je in ieder geval een tip geven. Als je ooit een politieauto harder ziet rijden en gaat erachteraan, zou ik niet doen. Nee, dan ben je alsnog de lul. Ja, dan ben je alsnog de lul. En zij niet. Dus dat is alvast een tip die ik je zou meegeven. Ja. Niet omdat ik het zelf heb gedaan, maar ik weet zeker dat het gebeurt. Ja, ik ook. Maar goed, ja, met deze auto is het natuurlijk gewoon lastig om je altijd in te houden. Dus ik heb wel eens wat boetes gereden. En Marion ook, maar Niet zoveel. Ja, ik wel meer dan jij. Maar ik heb ze allemaal netjes betaald. En als ik ga kijken naar alle boetes, dan zijn het eigenlijk gewoon op 60, 80 of op de snelweg. Op dat soort wegen. Nooit echt in woonwijken of zo. Daar doe ik altijd wel echt rustig. Maar daar staan meestal ook niet de flitspalen. Nou, je hebt sommige woonwijken dat ze wel wat flitspalen aan de zijkant hebben staan. Ja, en ik heb flitspalen staan. Dat scheelt ook altijd wel. Ja, over het algemeen rijden meestal inderdaad niet te hard op dat soort wegen. Maar gewoon als je dan een keer harder rijdt, wat ook logisch is als je een Lambo hebt, dan is het op de snelweg. Ja, hij staat hier gewoon te chillen. Ja, hij zit blijkbaar toch op iemand te wachten of zo. Ja. Ja, wat ze ook kunnen doen, ja, is iemand opwachten dat ze een signalering hebben gekregen. Dat denk ik eerlijk gezegd wel, hoor. Ja. Om kijken naar een bepaald type auto. Bij elke afslag staat misschien nu al zo'n motormuis. Ja, spannend. Kijk, die motoragent houdt iedereen tegen. Zie je dat? Oh, dan gaat er echt wat gebeuren, hoor. Kijk, want hij heeft nu zijn sirene aan, zijn alarm. En houdt iedereen tegen die er snel op wil gaan. Ja, hij is gewoon aan het wachten nu op een auto. Ja. Oh, kijk, daar rijden ook twee. Oh, en daar nog een derde. Oh, Ajax! Oh mijn god! Oh mijn god, fucking de Ajax-spelers! Dat was de reden! Er is gewoon een politiehelikopter, alles voor Ajax? Serieus? Nee joh! Dat meen je niet! Waar speelt Ajax vandaag dan? Ja, die helikopter die gaat nu gewoon eroverheen. Kijk, hè? Ik wist niet dat ze altijd zo'n zieke escort had, joh, van de politie. Ajax Vitesse vanavond om 6 uur. Oké, nou, dus zijn ze daarheen onderweg of zo. Yo. Ja, het kan natuurlijk dat misschien mensen die bussen iets willen doen, weet ik veel. Ja, ik bedoel, er zijn heel veel Ajax supporters in Nederland, maar er zijn ook wel genoeg Ajax haters in Nederland, dus je weet maar nooit. Ja, de rivaliteit tussen de clubs gaat soms best wel heftig volgens mij. Geen idee hoor, ik verdiep me niet zo heel erg in, maar ik zie het wel eens dingen voorbij komen. Maar oké. Nou, Ajax Escort, weten we ook waarom dat dus aan de hand was. En waarom ze wat harder reden. Ja. Ze gingen alvast een beetje veiligheid vooraan kijken. Maar ja, dat is het dus. Hè. Blijkbaar heb je dus niet een sirene nodig of iets van een alarmlicht. En we wouden koffie halen, maar we hebben geen mondkapje. We hebben allebei geen mondkapje. Goed. Dus dat hoort thuis koffie maken. Dan gaan we naar huis. Ja. We komen thuis en ik leg deze hier neer. En het ziet er eigenlijk best wel vet uit zo. Bij de ingang, als je dat gewoon daar laat. Ja, zo hebben mensen dat ook meestal liggen. Ik heb ze nu hier neergezet, maar... Oh ja. Ja, wel vet hoor. Echt heel, heel gaaf. Ja. Heel bijzonder. Ik vond het echt een leuke dag. Ja, ik ook. Ik vond het ook echt superleuk. Zoveel geluk met het weer, want stel je voor dat het had geregend. Ja, dit was perfect. Had niet beter gekund. En dat we zijn zelfs waarschijnlijk een beetje verbrand. Ja. Het is echt een beetje rode wangetjes. Maar dit is ook helemaal perfect dat we vandaag zoveel gepland hadden staan om te doen. En dat we de hele tijd heen en weer aan het rijden zijn. Omdat straks om 6 uur, dus dat is over een uurtje, dan ga ik livestreamen. Dus dan ben ik alles van 6 tot 10:30. Ja, dan heb ik dan niet echt een vlogmoment, zeg maar. Dus dat is sowieso wel chill. De vlog is nu volgens mij echt ook al heel erg lang. Maar goed, Daniel komt hier straks heen. En we hebben hertenvlees gekregen van de vader van Wout. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat lekker is. Volgens mij heb ik dat nog nooit gegeten. Dus ben benieuwd. Zo, dames en heren. Dat was het voor vandaag in de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Wat vond je van de stream? Vond je het leuk? Ja, ik vond het lachen. Mooi. Tuurlijk. Daniel heeft namelijk meegedaan. Wil je dat zien? Check even de link in de beschrijving van mijn Twitch. Volg mij. Ik zit bijna op de 200.000 volgers daar. Insane. Super hard. Check jullie graag morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. Vergeet niet even de duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.